De meeste mensen hadden het al verwacht, maar het is nu ook echt een feit. Er is vrijwel niemand geïnteresseerd in de real-life soap van mediafiguren Oltje Gulsen en Ruud de Wild. Hun eigen serie op Vlaggenschip NPO1 is genadeloos geflopt en critici verwachten dat de kijkcijfers alleen maar zullen dalen. Oltje en Ruud worden door critici verweten enorme ego-trippers te zijn. Cabaretier Joep van het Hek heeft de twee behoorlijk de grond ingeschreven. Ijdel leedvermaak, noemt hij het bezoekje van dit tweetal aan het aardbevingsgebied in Turkije. De comediant, geïnspireerd door een kek showbiz-setje, dacht ik, bij de volgende ramp ga ik ook. Ik ga er gewoon heen. Wat ik er ga doen? Kijken. Ook met mijn vrouw. En daarna, in een talkshow. Ik zal er ernstig bij kijken en later verklaren dat ik het daar niet droog hield. Die kritiek is ook aangekomen bij Ruud. Hij zegt zijn schouders ervoor op te halen. Als radiomaker weet ik dat mensen je leuk vinden of niet. En je doet het vaker niet goed dan wel, zegt hij op nu.nl. Ruud daarna, Oltje en ik zijn vaak de lul. Zoals onlangs, toen wij naar Turkije afreisden om te helpen in het gebied dat door de aardbeving getroffen was. Dan blijkt dat Ruud wel degelijk zit met de uithaal van Joep. Hij kan zijn ergernis niet onderdrukken en haalt stevig uit naar de cabaretier. Als ik zie wat we in Turkije bereikt hebben, dan interesseert het elitaire gelul van zo'n Joep van het Hek me geen reet.